Sinds kort controleert de Marsechaussee nog intensiever aan de binnengrenzen met België en Duitsland. Ik wil niet zeggen dat we het meer doen, maar dat we wel meer auto's proberen te controleren in dezelfde controles. Dat doen wij om zicht te krijgen op de migratiestromen het land in. We doen het om migratiecriminaliteit zoals mensensmokkel te bestrijden. Om mensen onterende omstandigheden die gepaard gaan met mensensmokkel te kunnen voorkomen Nederland in. We realiseren ons dat weggebruikers hier hinder van kunnen ondervinden, maar we doen dit voor de veiligheid van Nederland.